Het verval van Jared Murald, boek 2 is verschenen bij Sylvester Strips. Na de dood van zijn vrouw vertrekt Liam met zijn zoon en dochter op zoek naar voedsel en veiligheid. Deze zoektocht wordt lastiger omdat Sophia een baby heeft gevonden en daarbij is de winter begonnen. Als ze bij een nederzetting komen om daar om onderdak en voedsel te vragen, raakt Liam gewond. Dochter Sophia ontpopt zich als een pittige tante en neemt de leiding om een veilige plaats, voedsel en verzorging voor haar vader te vinden. Maar dat brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Een spannend verhaal met veel actie en emotie, wat laat zien hoe de mensheid vervalt door een dodelijke pandemie. Murald schreef dit verhaal ver voor de huidige pandemie, maar je ziet wel overeenkomsten. Daarbij is het prachtig getekend en gekleurd en dat maakt het verval tot een zeer sterke stripreeks. Ook dit deel eindigt weer met een cliffhanger, waardoor je als lezer niet kan wachten op het volgende deel van de reeks.